Met zijn gezin keerde Pree terug naar zijn jeugd, naar zijn ouders. Naar zijn moeder dus ook, waar hij vaak strijkend mee belt. Als het stilvalt dan aan de andere kant, dan moet je een goede zin hebben. En dan is het even spannend. Ik zeg meestal, oh ja, het is overal iets. Voilà. Het is een heel goede zin, ik ben daar enorm content van. En dan begint zij weer. Levend en vers heb ik gekozen omwille van de klank. In het West-Vlaams zeg je levende vis. En dat gaat over vis die net uit de zee gehaald is en die zo vers aanvoelt dat hij nog lijkt te spartelen. En ik wou daggevoel, ik wou een heel, heel levendige show. Wou ik. Ga ik in een benen horen. En pak 10 schaal naspen mee. Maar alleen als koeien naspen. De kanker van zijn vrouw overheerste de vorige voorstelling van de Pree. Ze is aan de betere hand, het mag dus wat lichter. Ja, toch? Ik denk het. Ik veronderstel het wel. Het thema is lichter in elk geval. Of het gaat alle kanten uit. Ja. Ik denk dat het een lichtere show is, ja. Weet je, ik ben in staat om dode huidcelletjes te gaan ophalen bij pedicures en wellnesscentra. Ja, om er een eelburger van te maken. Echt waar. Hij is een vleesliefhebber, maar ook geëngageerd. Een deel van de opbrengst gaan we geven aan een organisatie die bossen aanplant. Dus dat is iets dat ik heel fijn vind om te doen. Ik vind het idee fijn dat er sommige grappen een boompje tot gevolg hebben. Levend en vers, een ode aan het leven en aan de schoonheid van de gewone dingen. Bijna 40 voorstellingen in Vlaanderen, hier en daar zijn er nog enkele plaatjes.